hele goede middag, lieve vrienden. Ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Meneertje Hondje is buiten. Die maakt lekker een puinhoop van mijn tuin. Maar ja, laat ik toch weer een ander even opruimen. Want dat kan ik zelf niet. Nee. Ik heb mijn haar gewassen en weer opnieuw dat paarsje erin gedaan. Want dat was je er dus uit en ik vind het leuk. Ja, ik vind het gewoon leuk. Nou, die rode is binnen. Ze zijn allemaal binnen nu. Ook Hondje, ze zijn allemaal binnen. Daar zit erin op de stoel. En ja, daar is die in de keuken. Ik ben met koffiewater bezig de computer opnieuw aan het opstarten. Als die klaar is, zal ik een vlog naar YouTube brengen. Want die heeft vannacht aan het renderen geweest. Dus ja, komt allemaal goed. En ik ben laat, omdat ik ook boven bezig ben geweest. Zoals onder andere de douche en de kattenbak verschonen, mezelf verschonen. Noem maar op. Dan ben je later beneden dan normaal. En ja, ik blijf dan altijd eerst boven, anders blijf ik die trap op en trap af te gaan. En ik heb een stoellift, maar die wil ik zo min mogelijk gebruiken. We zijn hier in dit huis komen wonen vanwege mijn man. Die is er niet meer. En zolang ik het nog zo kan doen, doe ik dat. Dat is gelijk fysiotherapie. Dus ja, dan blijf ik gewoon lekker eerst boven, tot ik boven alles klaar heb. En dan kom ik gewoon naar beneden. En dan is het uiteraard later dan je eigenlijk zou. Ja, dat was die rode. Die zat onder mijn stoel. En dan heb ik een plekje staart. Ja, moet hij niet bij mijn stoel gaan zitten. Hij weet dat ik rijd. Dus ja, heeft hij pech. Hé, heeft hij pech, hè? Jo. Dan zit hij daar al verdrietig te zijn. Kom maar. Kom dan, kereltje. Kom dan. Kom dan. Ben je nou boos? Ja, je gaat zelf bij mijn stoel zitten. En je legt zelf je staart lang uit. En dan heet je dat. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, en ja, jij bent ook lief, hè? Ja. Ja, en vrouwtje gaat straks weg. Ja, even ontoer. Maar ik neem de GoPro niet mee, ik neem de handcamera mee. Ja. Ja, ik neem de handcamera mee, die ik nou vast heb. En dan gaan we straks lekker eventjes genieten. Ja. Eerst eventjes over de markt, nou dat hoef ik niet te vloggen. En dan een stukje natuur in. En als ik mooie kleurtjes zie, dan vlog ik. Zie ik andere mooie, leuke dingen, vlog ik. En anders pech. Want ik ga niet iedere keer dezelfde route op de camera, de vlogcamera, de GoPro, hè? Ik ben eruit. De GoPro vastleggen. Want dat is ook niet leuk voor jullie zelf. Eventjes. Mooi gebouw. Wow. Ja, ze hebben mooie windows, ze hebben mooie foto's, toch? Ja, mijn wachtwoord. Dat gaat jullie lekker niks aan. Zo. Nou, dan moet ik dat weer wegklikken. Gaat jullie ook lekker niks aan. Nee. Nou, dan is de wacht nog op iets anders, zodat ik zo meteen weg moet klikken. Nou, en dan ga ik mijn koffiewater even op mijn koffie schenken. Zo. En dan hebben we weer koffie. En dan ga ik nog een broodje klaarmaken. Oh, dat was de muur. Zo. Ja, daar komt hij. Hij doet het. Die doet het ook niet iedere dag. Ja, ik heb iets geks en de ene keer doet hij het wel en de andere keer doet hij het niet. Nou ja, dat is dit. Hè. Ik weet niet of jullie dat zo zien. En dan verandert het zo meteen nog. Maar de ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Nou ja, dan maar niet hoor. Ik heb hem nooit nodig, maar oké, dus. Ze bekijken het dan toch hier. Zo, wegklikken. Wegklikken. Nou moet ik mijn plaatjesprogramma naar voren zien te toveren.
En die komt nou ook zometeen tevoorschijn. En dan kan ik de vlog van, moet ik even denken hoor, van woensdag en donderdag naar YouTube brengen. Ja, twee achter elkaar aan als één filmpje. Miauw, hoe is het bij jou? Is het miauw, miauw, miauw? Is het echt miauw? Oh, wat een dikkie. Is het echt een miauw? Hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is prachtig mooi weer. Dus geniet daar ook van. Niet naar je buren luisteren met hun geschreeuw. Want dat wordt weer knap afgebruld hiernaast. Nou ja, lekker belangrijk. Die hebben bezoek, visite, weet ik veel, die zitten in de tuin. Nou, lekker belangrijk. Ik ga ook genieten op mijn manier. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot strakjes maar weer. Ja, lieve vrienden, ik sta in een straat aan het spoor. Voor mijn geboortehuis, waar ik geboren ben. Dat laat ik jullie eventjes snel zien. Enkel natuurlijk, het is wat veranderd hier en daar, maar oké, ik ben er geboren. Dat is dat huis. Ja, dat wou ik jullie even laten zien. En ja, dat is toch leuk om je geboortehuis even te laten zien. En wie weet kom ik straks ook nog langs mijn andere huis waar ik gewoond heb. Ja, en dat is hartstikke leuk. Ze zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Kijk eens hoe mooi. Prachtig, hè? Allemaal om het aardig te verkleuren. Te verdoren. Kun je toch nagaan dat de natuur ook zo heel erg mooi kan zijn. Maar ja, de jeugd is hier ook bezig. Want we hebben dit hier vlakbij. Een rollerskatebaan. Dus ja. Dan gaan we weer gauw bij weg, maar ik vond dit toch wel de moeite even waard om te laten zien. En ook dat vind je dan midden in de natuur. Is niet zonde, ze haalt er wel uit de drek, maar ze nemen het niet mee naar het grafvuil toe. Zonde, zonde, zonde. Maar ja, dat kom je dus wel tegen. Maar ja, we gaan weer verder. Is dit geen mooi uitzicht? Ik ben een hele tijd terug ben ik hier ook geweest. Ja, toen was alles groen, groen, groen. Maar nu zie ik daar aan de overkant van het water. Kleur. Nu wordt die wazig. Nu is die weer helder. Kijk eens wat mooi. Prachtig, hè? Ja, beneden zie ik nog een zwaan zitten, maar ja, er zitten ook jongens met een scooter. We gaan er wel even weer naartoe. Nee, niet inzoomen, uitzoomen. Zo, nou. Doe hem er even uit en dan gaan we kijken of ik die zwaan erop kan nemen. Ik ben er, ik ben er. Mooi, hè? Giga mooi. En wat een rust. Ja, lieve vrienden, we zijn dus weer thuis aanbeland. Ik heb gelijk ook wat boodschapjes gedaan. Ik heb ook in de natuur nog mooie stokken gevonden. Ik heb er eentje al een beetje afgescheurd. Ik ga die leuk bewerken. In plaats van een spiegel een stok bewerken. Ja, hoe weet ik nog niet? We zien wel. Ik heb in ieder geval net al eventjes staan te scheuren. Dan moet ik het zo even schoonmaken met een doekje. En daarna ga ik er kleurtje op doen en ik heb drie kleurtjes, dat is goud, dat is zilver en metaal, spuitbussen. Maar ik had een video bij Facebook, bij YouTube gedaan om die te uploaden
dat ik wegging, stond hij op 5%. Nu heb ik hem opnieuw gedaan, net, nog maar net, en dan staat hij alweer op 4%. Maar dat ik thuis kwam, stond hij dus nog op 5%. Ja, dus dat schoot niet op. Wat er aan de hand was, ik weet niet. Maar ik heb hem nou weer opnieuw erin. Maar ik heb toch al niks anders dan problemen en problemen. Ik ben benieuwd of ik straks nog op Facebook kan komen. Want gisteren moest ik via een omweg naar Facebook toe. Via de normale weg was niet mogelijk, want ze hadden een probleem van Facebook, bij mij althans. Dat ik moest op een ander knopje drukken om dan naar Facebook toe te gaan. Heel raar, heel dom. Maar het was nou eenmaal zo. Wil je me niet geloven? Vraag het maar naar Astrid, die heeft er een foto van. Ja, en ook Karen, die heeft er ook een foto van. Ik had er even een foto van gemaakt, wat ik in mijn scherm zag. Maar oké, ik ga de boel hier even opruimen. En de stok ligt buiten op de tafel, op de picknicktafel. Daar komt even een vuilniszak op te leggen, zodat ik de tafel niet onderspuit. En ik ga nou eerst een bakje koffie maken, met wat lekkers erbij. Ja, helemaal goed. Dus lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag en ik zeg tot straks. Ja, goedenavond lieve vrienden. Ja, mijn batterijtjes van mijn lamp is bijna leeg. Ik moet er weer nieuwe in doen, dat merkte ik net. Ik denk, nou, pardon, Den Helder, Pietje, hier? Dat stond ik tenminste hoor, Piet Paulen maar. Maar oké. In ieder geval, ik wil jullie als eerste natuurlijk een welterusten wensen. En graag tot morgen. En ook een gezegende kerkdienst toewensen. En ik hoop jullie aan de andere kant van de nacht weer te mogen zien en te mogen spreken. Wat voor een vlog het gaat worden, weet ik nog niet. Het kan weer de omgedraaide wereld worden. Of een heksenwereld. Ik weet het allemaal nog niet. Ik maak er wel weer iets van. En ja. Komt goed. Ik zou zeggen, welterusten met mooie dromen. Doei doei.